Dit was de tweede keer dat dit toernooi gehouden wordt. Het gaat natuurlijk om de Dolphin International Senior Tennis Open. Het is een toernooi waarbij spelers ouder dan de 25 jaar mogen deelnemen. Het is de Dolphin Open, dus het wordt natuurlijk op de banen van de Dolphin gehouden. Het toernooi heeft een redelijk hoog niveau en dit jaar zal het niveau een stuk hoger zijn. Want er zullen ook een aantal spelers van buiten de grens deelnemen aan dit toernooi. Onder andere spelen uit Barbados, Fransiana en Curaçao zullen het moeten opnemen tegen de Surinaamse jongens. Dat er spelers uit het buitenland meedoen is ook niet zo raar, want er is best wel een aantrekkelijke prijzenpot voor dit toernooi. De winnaar krijgt $5,000 en de runner-up krijgt er $2,000. De wedstrijden worden zondag afgesloten met de finales om 7 uur natuurlijk ook op de banen van de Dolphin. De halve finales worden zaterdag gespeeld. Een van de eerste wedstrijden ging tussen de Surinamers Gaudan Shablani en Jurgen Liu-Kishong. Zo, om eerlijk te zeggen, ik ben goed voorbereid. Ik denk dat ik kans maak. En ik speel tegen Jurgen Liu-Kishong, is mijn eerste tegenstander. Is ook mijn eerste toernooi waar ik voor geld speel. En het is een $5,000 toernooi. Het is interessant. En ja, het is goed voor Suriname. Het niveau gaat natuurlijk daardoor ook omhoog. We hebben buitenlandse spelers erbij. Je zegt je bent goed voorbereid. Welke kans geef je jezelf? Zie je jezelf kampioen worden? Kijk, ik heb nog niet gespeeld tegen die buitenlanders. Tegen de spelers die ik normaal mee zijn Surinamers. Jurgen Liu-Kishong, Trevor Benter. Tegen hun speel ik vrij goed. Tegen hen maak ik kans, maar ik weet niet hoe die anderen spelen. Maar ja, je doet je best en ja, ik denk dat ik wel kan winnen als ik goed speel. Je hebt al eerder tegen Jurgen gespeeld? Nooit wedstrijden, wel oefeningen. Oké, hoe is dat gegaan? We spelen even goed. We spelen even goed, ja. 3 minuten. Jurgen Liu-Kishong, je speelt tegen Gautam Shablani. Hoe ben jij voorbereid op dit toernooi en tegen Gautam? Nou, sowieso goed voorbereid. Ik heb regelmatig gespeeld de afgelopen tijd. Dus ik heb mijn best gedaan. Heb je eerder al toernooitjes gespeeld? In mijn jeugd heb ik een beetje top Surinaamse jeugd vroeger. Maar afgelopen 10, 15 jaar niet actief. Oké, hoe goed schat je kansen in om dit toernooi te winnen? Nee, winnen. Het is lastig, maar winnen zie ik niet zitten voor Suriname. Maar ik vind het wel een heel mooi initiatief en dat het publiek ook goed tennis kan zien. Je speelt straks tegen Gautam. Win je? Tijdens oefeningen verlies ik meestal, maar vandaag ik kan wel winnen. Succes! Hey, thanks. Succes had Jurgen inderdaad nodig en hij startte de eerste set ook heel erg goed. Voornamelijk door een goede service en goed volleyspel, zoals u hier ziet, heeft hij, zoals hij zelf beloofde, de eerste set ook gewonnen met 6-4. Dus. Maar het leek erop alsof dat Shablani juist wakker schudde. Vanaf die eerste set won Jurgen Liu-Kishong maar 1 game. Shablani won de volgende sets dus met 6-0 en 6-1. Shablani is nog steeds in de race voor die $5,000. $40,000.